even serieus. Dit is wel applausje waard. Nou, Amber, laat eens je schoentjes zien. Wanneer draag je de touw van bio? Mijn naam staat erop. Laat eens zien. Waar staat je naam op? Oh, kijk, jongens, meisjes. Amber, A-M-B-E-R. Maar dat is mislukt, ik moet eigenlijk zwart doen. Voor mijn evenwicht. Zal ik het doen? Ja. Ja. Ga ze maar zo. Niet net veel. Oh, sorry. Ja, dat ging voor mij ook doen. Oké, ik ga ervoor staan. Nee. Heel smiegelen. Kijk ook waar je doet, hè. Precies waar de corsetjes staan. Dat ben je aan het filmen? Ja. Oh, je hoorde allemaal mijn keuze. Oh, sorry. Heel sneaky zo. Oh, niet meteen. Je mag geen petjes op hier bij ons op school. Oh, deze gelukkig. Dus ze een Snapchat aan het maken. Hij doet het niet. Dat is echt lelijk, ik heb ook zo'n andere. Of nee, iedereen heeft die. Kom ik nou. Maar niet pak je kan, je kan op YouTube komen. Nee, ik wil het niet. Oh, je hebt een kroon. Ik zit op een koekje. Wat is dat geluidje nou? Laat je op YouTube toch? Met een F met een B. KM. Een laatste streepje. Met 2 Y. Nou weet ik niet meer hoe het moet. Blijf. KF, blijf met een F. En dan dubbel Y. Oh shit. Dat is best wel lastig, hè? Dat is echt lelijk, want ik volg je echt al heel lang. Ik heb gewoon meer. Leuk, ik ben 22. Ga mijn zusje vragen of ze ook wel abonneren. Ja. Ga vragen of mensen willen abonneren. Echt. Maar is dit jouw eigen haar, man? Ja, voor een deels wel. Voor een deels? Ja, zo ziet mijn haar. Oh nee, er zitten geen extensions in ofzo, maar gewoon, het is meestal ook wel zo'n stijl, maar er zitten dan wat knipjes in. We gaan er een heel mooi fancy bandje. We hebben een plukje gevonden die nog helemaal gekruld is. Nou, als je deze haarstijl leuk vindt, reageer dan even hieronder en dan ja, gaan we dit vaker doen, hè? Nou, op zich! Maar je ziet niet echt wat krullig is. Oh. Misschien moet het wel eens meer zo. Is dat haar nou? Eén wenkbrauw, je moet één wenkbrauw. One unibrow. Oh. Maar je ziet wel echt, nu je het zo ziet wel kijk, meer. Zie je die? Zo zag het er okay, eerst uit. Oké, wat vinden jullie mooier? Deze of deze? Zeemer meer gekruld of gewoon normaal stijl? Ik vind zeemer meer leuk. Normaal. Net onder de reacties. Abonneer, like, ja, even tolereren. Weet je niet dat wij een hele mooie wc hebben hier op school? Au, fuck. Stinkt wel. Ja, wat wij als jullie kunnen zien, ben ik veranderd van outfit. Tara, tara. Ja, en ik heb wat krulletjes in mijn haren. Ik heb ook volledige pakken van, maar die doe ik maar niet aan, want ik ga straks naar een open dag. En daarvoor moet ik wel een beetje, ja, netjes eruit zien. Toch? Ja! Ja! Nee, niet mijn kruis. Waarom niet? Hé, hey, maar deze kan je ook gebruiken, je hebt nog maar twee. Of op beenddoekjes, of... Eigenlijk moest er nog één smaak met alles erin doen. Dat kan. follow. Zo, als jullie misschien kunnen zien. Ik ben net wakker en moe. Oh, eerst even staan met de telefoon. Ik heb eventjes lekker geslapen. En ik moet zo werken en zoals je ziet. Nee. Ik moet even mijn haar opnieuw doen en ik heb op deze kant gelegen. En ik zal het eventjes dichtbij filmen. Dat is misschien wel leuk voor jullie. Eyeliner is al wat gelopen. Foundation is voor de hele weg. Maar deze kant zit er nog wel goed op. Maar dan ga ik dus eventjes overnieuw doen. En ik dacht, ik heb nog zo'n kwartiertje. Dus dan ga ik eventjes voor jullie snel vloggen. Hoe ik mezelf een beetje goed maak. En ondertussen ga ik met jullie babbelen. Wat er in de tussentijd is gebeurd. Zoals jullie misschien hebben kunnen zien. Ik ga ondertussen wel eventjes mezelf op mijn kont gedaan. Tenminste... We gingen die smerige jellybeans eten. Ik weet even niet hoe het heet. Maar met die verschillende kleurtjes en dan moet je die eten. Dan heb je stinkende sokken of ja, nog iets ergers.
En toen hadden we afgesproken, tenminste ik en mijn kies, van als je 10 jellybeans zou opeten, doorslikken en geen uitspugen, zou hij van mij een pak krijgen, een Nike FC pak. Volgens mij haal ik nu een paar dingen door elkaar, maar dat maakt niet uit. Die pak zou hij dan van mij krijgen. Hij is binnenkort 2 maanden jarig, dus dat zou hij van mij krijgen. Nou, goed. Ik dacht dat deze dingen zou opgeven of eentje eruit zou spugen, maar dat is dus nooit gebeurd. Dus nu raad je het al. Nu moet ik die pak dus kopen. En eigenlijk had ik daar eigenlijk niet op gerekend. En ik heb ook gezegd dat ik alleen die broek ga kopen, maar uiteindelijk moeten we wel sportief blijven en gewoon heel die pak kopen. Dus dat gaan we nu doen. Ja, ik heb een spiegeltje nu een beetje hier gedaan, hè. Dan praat ik nog een beetje richting jullie. Maar dat ga ik dus helemaal kopen. Ik heb het wel gefilmd hoor, maar het is zoveel en misschien wel interessant om iemand te zien. De koelkast of zo, ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik ga het misschien nog wel een keertje filmen hoor. Nog wel een keertje vlog, maar dan doe ik het hier bij mij thuis. En dan nodig ik wat meer mensen uit, zonder dat ik de dupe ervan ben. Ik heb het wel gevlogd, maar het was best wel veel en veel knipwerk. Want ja, je ziet mensen koelkasten, lachen, gillen, brullen. Dus ik denk, weet je, dat houden we voor ons. Maar stel je vindt dat leuk om te zien, dan gaan we daar een challenge van maken. Een echte. Waar ik zelf niet hoef aan mee te doen, alleen mijn vrienden, zodat ik niet hoef koelkast of zo, ik weet niet. Maar ik vind het zelf echt een smerige challenge. Serieus. Als je het openbreekt, dan kan je gewoon al ruiken wat voor geur eruit komt. En wat voor smaak het is. Eerlijk is eerlijk, hij heeft gewonnen, ik heb verloren. Ja, ik heb verloren. En dat moet beloond worden, hè? Dus ja. Als ik dan durf te vloggen, hoe ik eruit zie, dan kom ik jullie weer even opzoeken. Ik ben benieuwd of ik dat durf. Want na het werken zie ik er echt heel rampzalig uit. Maar als ik jullie aardig genoeg vind, dan kom ik zeker even vloggen. En als ik niet kon vloggen, dan ligt het niet aan jullie, maar dan ben ik waarschijnlijk te moe. Of ik moet snel mijn huiswerk maken, want ik denk dat ik in tijd nood kom, maar... Daarnet dacht ik van ja, ik ga straks lekker mijn huiswerk en zo maken, maar er is helemaal niks van gekomen. Echt helemaal niks. Maar dan ga ik straks, als ik thuis kom, dan ga ik alles snel doen. En dan kom ik weer bij jullie. En als jullie vast wel zien dat dit shirt helemaal vies is. Netjes, zachtjes uitgedrukt. Maar goed. Nou ja, we moeten het even trekken.
Het is jammer dat ik niet op het werk op vlog, want anders had ik het zeker gedaan. Dan had ik zeker de Emma. Dan stond ik meer te vloggen. Dan dat ik mijn werk zou doen. Oh, en voor de mensen die niet weten, ik werk in een hotel. Yay! Ja, het is leuk werk. Maar het is, ja, druk. Druk, druk, druk. Ik werk in het restaurantgedeelte. Apollote. Maar goed. Ik ga snel naar mijn werk toe en dan zie ik jullie misschien niet straks. Ik zit. Ik loop echt als een ding. Ik heb zin. Het is ook koud. Maar. Ik zit ook neer, maar ik ben niet helemaal terug van het werk. Dus. Nu. Ik ben echt kapot. Ik ben moe. Ik ga snel douchen. En ik heb mijn tas vanmorgen al ingepakt. Ik doe dat altijd een dag van tevoren schooltas inpakken. Want ik kan dat gewoon echt niet in de vroege ochtend. Dan gaat alles mis. Want dan kan ik dat ik heel op school aankom. Dus, iets kun je misschien al denken. Waarom zit je altijd met dit zelf uit? Nou, ik ben zo snel op dus. En ik voel mijn hoofd. Moet ik haar nat maken, want ik zou mijn haar nat moeten. Dat wil ik niet, want het is vandaag gewassen, maar het is zo'n proces om het dan weer droog te krijgen. En ja, dat heb ik er niet veel over. Maar mijn. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, even te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie, oh ja, en vergeet geen leuke reactie achter te laten. Dan zie ik jullie weer heel snel.